Marx die leefde in een tijd waarin het kapitaal eigenlijk voor het eerst ontzettend begon te groeien. En dat groeide echt heel erg hard. Er kwam steeds meer kapitaal en er werden enorme winsten gemaakt. En Marx vroeg zich af, hoe werkt dat nu eigenlijk? En hij kwam dus tot de conclusie dat het kapitaal eigenlijk een kringloop doormaakt. Als we beginnen bovenaan bij geld, G, dan koopt een kapitalist daar waren voor, koopwaar op de markt. Dat zijn productiemiddelen, dus hij koopt machinerie en hij zorgt dat er een fabriek komt te staan enzovoort. De hele uitrusting, grondstoffen en hij koopt ook arbeidskracht. Ik zal straks uitleggen dat arbeidskracht in het kapitalisme ook een koopwaar geworden is. En dat zet hij allemaal in gang in het productieproces. Dus dan heeft zijn kapitaal de vorm aangenomen van productief kapitaal. En het resultaat van dat productieproces is dat er weer koopwaar is gemaakt. He, de producten die daar gemaakt worden kunnen ook diensten zijn. Maar het moet iets zijn wat je weer kan verkopen op een of andere markt. Want dan krijgt de kapitalist zijn geld weer terug. Nou, als dat alleen maar zo'n gesloten cirkel zou zijn, dan zou je zeggen, ja, dan groeit het niet. Dan heeft hij weer op zijn uitgangspunt, waar heeft hij al die moeite voor gedaan. Ergens is er iets ontstaan van groei en van winst. En Marx wilde uitzoeken waar dat nou precies aan lag. En daarvoor moeten we een beetje een lange aanloop nemen. En dat wordt dan ook door Marx het historisch materialisme genoemd. Al heel snel in primitieve maatschappijen begint mensen zo productief te worden dat ze meer kunnen produceren dan wat ze zelf voor hun dagelijkse bestaan nodig hebben. Dus er ontstaat een maatschappelijk meer product. En dat is de basis waarop een klassemaatschappij kan ontstaan, waarop een heersende klasse kan ontstaan die zelf niet werkt, maar die zich dat maatschappelijke meerproduct op de een of andere manier toe-eigent. Nou, dat neemt in allerlei maatschappijen een speciale vorm aan, die ook kenmerkend zijn voor die maatschappijen. Als je bijvoorbeeld niet zo ver teruggaat, maar de maatschappij die in Europa aan het kapitalisme vooraf ging, het feodalisme, daar kon je gewoon zien dat boeren moesten een deel van de week moesten ze op het land werken voor zichzelf, voor hun eigen onderhoud. En een deel van de week moesten ze werken op het land van de heer of moesten ze de producten afstaan aan de heer. En dan was het heel duidelijk wanneer ze bezig waren voor hun eigen levensonderhoud en wanneer ze bezig waren voor dat maatschappelijk meer product wat de heer zich kon toe-eigenen. In het kapitalisme ligt dat wat verborgener, maar het zit dus in dat arbeidsproces. De kapitalist die koopt in feite jouw arbeidskracht op de arbeidsmarkt, betaalt daarvoor jou een loon, maar zet jou in het arbeidsproces en laat jou langer werken dan de tijd die nodig zou zijn om de tegenwaarde van jouw arbeidskracht, dus jouw loon, te maken. En dus in feite heb je ongemerkt ook een deel voor niks gewerkt. En het is de kapitalist die zich die productie toe-eigent. Jij krijgt alleen maar jouw loon, wat is maar een deel is van de waarde die je hebt toegevoegd. En voor de rest is de bron van zijn winst. Hij is er dan nog niet. Hij moet de producten dan nog zien te verkopen. Maar als dat lukt, dan heeft hij dus winst ook in de vorm van geld. Dus nu heb ik al gepraat over waarde. Wat bepaalt nou hoeveel een product waard is? Hoe wordt dat tegen elkaar
geruild? Of hoe, in welke verhoudingen wordt dat geruild tegen geld? En de arbeidswaardeleer zegt dus dat de ruilwaarde van een product, van een koopwaar, niet wordt bepaald door zijn gebruikswaarde, dus of jij er heel veel in hebt of niet, maar dat wordt bepaald door de tijd die het geduurd heeft om dat product te maken. En je kunt zeggen, ja, maar er zaten toch ook grondstoffen in en die zijn toch ook al, die heeft hij ook moeten kopen, ja. Maar dat kun je ook terugvoeren, want de waarde van die grondstoffen is ook weer de tijd dat het gekost heeft om die grondstoffen te produceren. Dus uiteindelijk is dat helemaal zo terug te voeren. En de waarde van de waar arbeidskracht is dus in feite de tijd die het kost om die arbeidskracht te produceren. Dat zijn dus de kosten van jouw levensonderhoud. In brede zin, want je hebt Je hebt kinderen, die moet je ook al opvoeden enzovoort. Er komt een heleboel bij kijken tegenwoordig. Maar dat is wat je krijgt in je loon. He, maar de waarde die je toevoegt aan het product in het productieproces waar je bent ingezet, is meer dan dat. He, en dat is niet zo vreemd dat dat meer is, want ja, de productiviteit is natuurlijk zo groot. Dat er is altijd een maatschappelijk meer product, meer dan ooit, zou ik zeggen. He, dus ik schat ook dat als je het zou willen becijferen, dat de tijd dat je dus bezig bent voor de tegenwaarde van je eigen loon en de tijd dat je bezig bent voor dat meer product, dat behoorlijk scheef ligt. Dat het een veel meer is dan het ander. Goed. Dat gezegd hebbende kunnen we weer even terug naar die cirkel, want nu kunnen we het wat beter invullen. We beginnen weer bovenaan bij geld. Daar koopt hij dus voor productiemiddelen, dat wordt met een C aangeduid, en met arbeidskracht, dat wordt met een V aangeduid. Die zet hij in dat productieproces en dan heeft hij dus waren die dus meer waard zijn dan wat je erin gestoken hebt, waar dus meer waarde aan toegevoegd is. En dat komt dus door de uitbuiting van jouw arbeidskracht. Als het hem lukt die waren ook weer tegen hun waarde te verkopen, dan heeft hij die meerwaarde ook in geld en dan kun je dat winst noemen. En dan heeft hij dus in feite, daarmee is het kapitaal gegroeid. Dus de beweging is, als je rechts onderin kijkt, van geld naar waren via het productieproces naar waren met een wat grotere waarde, vandaar die W-accent, en van daaruit weer naar geld met een grotere waarde, G-accent. Dan komen we op het geld. Hoe werkt nou dat geld? Nou, in eerdere maatschappijen begon je al te krijgen dat er arbeidsspecialisatie optrad en dat mensen ook producten tegen elkaar gingen ruilen. Nou is het erg lastig als een timmerman met een stoel naar de markt komt en een kleermaker met een jas, dan moet die kleermaker maar net een stoel nodig hebben en die timmerman tegelijkertijd een jas. Dat lukt me meestal niet, dus al gauw kwam het in zwang dat er een speciaal ruilmiddel kwam. Dat is ook gewoon een waar, maar dan kan die timmerman eerst zijn stoel aan iemand verkopen die een stoel nodig heeft. Die betaalt hem terug in dat ruilmiddel, wat dan geld wordt. En met dat geld kan vervolgens die timmerman weer kopen wat hij nodig heeft. Bijvoorbeeld een jas. Nou, niet elke waar is geschikt om voor zo'n ruilmiddel te dienen. Het moet niet aan bederf onderhevig zijn, want dan is je geld weg op een gegeven moment.
Het moet ook niet iets zijn waar je kruiwagens vol van nodig hebt om te ruilen tegen iets eenvoudigs. Dus het moet zelf veel waarde bevatten. Dus het moet veel tijd gekost hebben om het te maken. En je moet het ook in elke willekeurige eenheid kunnen opdelen. He, dat je precies kan betalen en kan krijgen wat de tegenwaarde is van die waren die je koopt. Nou, dat is in het verleden, dat zal je misschien verbazen, zout heeft wel eens als geld gediend in bepaalde maatschappijen. Rijst heeft ook gediend als geld, maar al heel snel kwamen daar de edele metalen goud en zilver. En die werden ook tot munten gemaakt, tot eenheden. En dat is eigenlijk wat het beste werkte. Dus je krijgt dat in plaats van de directe warenruil WW, krijg je dus de vorm WGW. Dus je begint met jouw koopwaar, daar ga je mee naar de markt. Je verkoopt dat voor geld. En voor dat geld koop jij weer de waren die nodig hebt. Maar dan ontstaat er op die markt een andere beweging. Er komen handelaren, die beginnen met geld, die kopen waren op om ze vervolgens aan anderen weer door te verkopen. En daarmee een hogere prijs te bedingen. He, dus dat is de vorm geld waar geld accent, de derde vorm. He, en dat noemt Marx woekerkapitaal. En wat nou het bijzondere is van het kapitalistische productieproces, is dat dat handelskapitaal gaat doordringen in de productie. Dus die handelaar, die koopt daar dus productiemiddelen voor en arbeidskracht. Die zet dat in een productieproces. En daardoor, door de uitbuiting van die arbeidskracht, krijgt hij meer waarde in zijn koopwaar, die hij vervolgens weer kan verkopen. En het bijzondere daarvan is dat dus zowel die GW, dat is gewoon een eerlijke ruil. He, dat is dus echt, hij koopt die productiemiddelen voor het geld wat je daarvoor zou moeten betalen. En die W-accent, G-accent is ook weer een eerlijke ruil, want hij verkoopt zijn waarde, zijn waren ook tegen hun waren. Of gemiddeld. He, er zijn natuurlijk allerlei marketingtrucs waardoor jij in feite meer betaalt. En hij moet ook wel eens producten dumpen, dus dan betaal je minder. Maar gemiddeld is dit ook een eerlijke ruil. Dus je zou zeggen, wat is er fout aan? Maar het geheim zit hem dus in het productieproces zelf en de uitbuiting die daar plaatsvindt. Dat is eigenlijk wat Marx onderscheidt van de andere politieke economen in zijn tijd. Want die arbeidswaardeleer die wordt ook wel door anderen gedeeld. Maar dit feit van die uitbuiting in het productieproces en het in verband brengen in een breed historisch perspectief met dat maatschappelijk meerproduct wat er altijd al geweest was en de toe-eigening van dat meerproduct door de heersende klasse, dat is wat de Marxistische economie bijzonder maakt. Ik ga proberen snel door te gaan. Hier zie je het nog een keer terug. Wat er gebeurt in de productiesfeer, dat noemen ze dan de valorisatie, de waardevorming. Wat vormt nu de waarde van de producten die in dat productieproces gemaakt wordt? Nou, de productiemiddelen en de grondstoffen, de waarde daarvan wordt ook weer in het product meegedeeld. Maar de arbeidskracht die voegt daar dus waarde aan toe. En daarom noemen we die arbeidskracht, die V, noemen we variabel kapitaal, omdat dat ook meerwaarde toevoegt. Dan heeft hij dus zijn pakhuizen vol met die waren, die moet hij gaan verkopen op de markt.
Daar is het voor bedoeld. En dan moet hij in feite die meerwaarde gaan realiseren. He, want dat is alleen nog maar potentieel aanwezig. Hij moet wel zien die producten te verkopen. En dan heeft hij pas zijn geld en ook zijn meerwaarde in de vorm van winst. Als hij dan dat heeft, dan kan hij met zijn oorspronkelijke geld kan hij gewoon het productieproces draaiend houden. Maar met die meerwaarde is hij in staat om iets te gaan doen naar zijn eigen beslissing. En hij kan dus daarmee de productie gaan uitbreiden en gaan groeien. En meer fabrieken of op andere plekken enzovoort. He, wat je dus voortdurend ook ziet gebeuren. En zeker in de tijd van Marx ging dat heel erg hard en was dat bezig zich over Europa te verspreiden. En dat noemen we dan accumulatie van kapitaal. Dat wil dus zeggen dat er in de volgende cyclus dat er meer kapitaal in omloop is dan in de vorige cyclus. Nou, dus in feite is de battle cry van de kapitalist is valoriser, réaliser, accumuler. Vergeet liberté, égalité, fraternité, want het leidt juist tot onvrijheid, tot ongelijkheid en tot, in plaats van broederschap, tot moordende concurrentie, tot oorlogen aan toe. Daarover gaat de rest van het festival. Maar ik hou me eventjes bij de economische basis. Dan een aantal dingen die we in het verhaal nog snel nodig hebben. Ik heb net al gezegd, als je die verhouding kijkt van welk deel van de dag werk je voor de tegenwaarde van je eigen loon en welk deel werk je voor die meerwaarde. Die verhouding tussen M en V, dat noemt Marx de uitbuitingsgraad. Dat is natuurlijk een hele mooie naam, maar je vindt ook wel meerwaarde voet en Marx gebruikt ook ergens valorisatiegraad. De verhouding tussen C en V, dat is een hele belangrijke, daar gaan we straks op terugkomen. Dus hoeveel investeringen heeft een kapitalist moeten doen in zijn uitrusting, in de machinerie en de fabriek en alles wat daarmee samenhangt, tegenover hoeveel arbeiders heeft hij nou helemaal in dienst hoeveel loon is hij daaraan kwijt. En bij C moet ik trouwens ook noemen de grondstoffen. He, want een heel belangrijk kenmerk van de moderne industrie is dat één arbeider houdt toezicht over een productielijn waar gigantische hoeveelheden grondstoffen doorheen gaan. Dus dat speelt ook een steeds grotere rol. Die verhouding tussen C en V die heeft de neiging om te groeien. Dus C wordt steeds groter in vergelijking tot V. Dus die organische samenstelling die heeft de neiging te groeien. M gedeeld door C plus V, dat is de winstvoet. Dus dat is hoeveel meerwaarde haalt hij nou ten opzichte van het oorspronkelijk geïnvesteerde kapitaal. Dat is dus wat hij zijn winstvoet kan noemen. En als je dan, dit is alleen voor de mensen die een beetje mathematisch geïnteresseerd zijn. Maar als je dan een bewerking uithaalt wat ik daar onderaan gedaan heb. En je deelt de teller en noemer door V. Dan zie je in de teller opeens M gedeeld door V staan. En dat was de uitbuitingsgraad. En in de noemer zie je dan opeens C gedeeld door V staan. En dat is de organische samenstelling van het kapitaal. En wat leren we daaruit? Daar leren we uit dat als de uitbuitingsgraad toeneemt, dat dan ook de winstvoet toeneemt. Nou, dat is logisch. Als jij langer moet werken of je krijgt minder loon, dan word je meer uitgebuit. Ja, prima. En als de organische samenstelling van het kapitaal groter wordt, en dat doet het dus met technologische vernieuwing, dan daalt daardoor de winstvoet, hè? Want dan wordt de noemer groter. En dat is ook wel te begrijpen, want
de enige basis waarop die meerwaarde ontstaat is binnen die vee, binnen die arbeidskracht. Als jij minder arbeidskracht inzet tegenover veel meer constant kapitaal, dan is dus de basis waarop je nog die meerwaarde nog uit die arbeiders kan persen, die wordt dan dus smaller. En dan wordt dus die winstvoet kleiner. Dat wordt heel belangrijk, want dat geeft mogelijkheden voor crisis. Daar kom ik zo op. Er zijn eerst nog andere, meer elementaire mogelijkheden voor crisis. Die waren eigenlijk al gegeven op het moment dat geld tussenkomt. He, want jij kunt jouw producten wel verkopen voor geld, maar dan moet er ook wel iemand zijn die dat geld heeft om dat te kopen. He, dus er moet geld zijn. En in het kapitalisme zie je die moeilijkheid terugkomen. Want de arbeiders die hebben hun loon wel gehad, maar die hebben een heel beperkte koopkracht. Nou, dat weten jullie allemaal wel uit eigen ervaring. Of je nou nog student bent of dat je wel al werkzaam bent, maar je hebt een beperkte koopkracht. Tegelijkertijd heeft die kapitalist de neiging om door accumulatie van kapitaal de productie uit te breiden. Dat moet hij wel om de concurrentie de baas te blijven en om ook nieuwe technologie te introduceren, om een voorsprong te halen. Dus er komen eigenlijk steeds meer waren op de markt, maar daar is niet genoeg koopkracht voor. En dat is dus eigenlijk wel een bron van crisis. Daar is nog iets anders. Dat is dan meer het probleem van de kapitalist dan van ons, maar dat is wel een heel reëel probleem. Hij heeft die productiemiddelen gekocht, maar een behoorlijk deel daarvan, namelijk wat dan het vaste kapitaal genoemd wordt, dat zijn echt de machinerieën en de gebouwen, die zijn bedoeld om een heleboel van die cycli door te lopen. De grondstoffen worden in één cyclus verbruikt, die komen helemaal in het product terecht. Maar die machinerie is bedoeld om dat een heleboel keer te doen. Dus als de kapitalist zo'n investeringsbeslissing maakt, dan rekent hij erop dat hij over langere tijd een enorme berg producten op de markt kwijt kan. He? Nou, inmiddels kunnen allerlei marktomstandigheden veranderd zijn. Er kunnen concurrenten op de markt zijn gekomen. Er kan een ander, die kan met een beter product op de markt komen. Grondstoffen kunnen, de prijs van grondstoffen kan dalen enzovoort. De waarde van de arbeidskracht, die ligt niet zomaar vast. Daar wordt voortdurend om geknokt. En dat is dus de elementaire klassenstrijd. Hè? Als je staakt voor hoger loon, dan ben je dus in feite, heb je dan een discussie met de kapitalist van, ik vind dat mijn arbeidskracht meer waard is, dus jij moet mij daar meer voor betalen. Want ik heb tegenwoordig ook dat mijn kinderen schoolboeken vragen en sneakers en weet ik veel. En ik heb ook een computer en een smartphone nodig tegenwoordig. En ik moet ook nog zelf bijsparen voor mijn pensioen, dus geef mij meer loon. Dus de waarde van de arbeidskracht is iets wat door de geschiedenis heen, door klassenstrijd kan veranderen. En dat kan ook een tegenvaller zijn voor de kapitalist, die dan natuurlijk maar al te graag de vakbonden de schuld geven van de crisis. Dan kom ik terug op die organische samenstelling van het kapitaal, die dus de neiging heeft te stijgen en waardoor die valorisatiebasis dus smaller wordt. En daardoor heeft de gemiddelde winstvoet over de lange termijn de neiging om te dalen. En dat kun je ook echt zien. Die gemiddelde winstvoet was in het Engeland van de
19e eeuw veel en veel hoger als wat die nu mondiaal op dit moment is. En daardoor loopt het systeem dus ook steeds moeizamer. Hè? De tegentendens is dat je dus de uitbuitingsgraad verhoogt. En dat wordt dus door de kapitalisten ook steeds geprobeerd. Hè? Vandaar dat het belangrijk is om je gewoon je elementaire looneisen ook te blijven stellen. En zeker in deze tijd van inflatie. Hè? Maar je kunt de meerwaarde voet niet tot in het eindige groter maken. Want ja, er is toch altijd nog een bepaald gedeelte wat nodig is voor de kosten van levensonderhoud. Je kunt je arbeiders niet laten sterven. Hè, wat trouwens in de 19e eeuw, maar dan dwaal ik een beetje af, maar ik wil benadrukken, als je Marxische economie bestudeert, dan is het tegelijkertijd een hele nieuwe bestudering van de geschiedenis. Wat in de 19e eeuw gebeurde, was dat de kapitalisten de arbeiders wel bijna lieten sterven. Er waren werkdagen van 16 uur, gezinnen, daar was geen sprake van. Kinderen liepen los rond, werden niet opgevoed. Vrouwen moesten meewerken, kinderen moesten meewerken. En op een gegeven moment zag de liberale bourgeoisie in dat dat toch wel de spuigaten uitliep. En toen kwamen er arbeidswetten en het beroemde kinderwetje van Houten, waar de VVD nu nog trots op is. He, van, oh, wat zijn wij sociaal. He, dus de sociaaldemocratie, die was nog maar in opbouw. He, de arbeiders begonnen zich nog maar zelf te organiseren. Dat moest nog helemaal komen. Maar de liberale bourgeoisie heeft dat soort dingen helemaal uit eigen belang heeft dat gedaan, omdat er geen proletariaat meer over zou blijven om uit te buiten als ze dat niet zou hebben gedaan. Goed, dat is een klein uitstapje, maar je zult zien als je hierin duikt, dan ga je met hele andere ogen naar de geschiedenis kijken dan 1500 Karel V werd geboren in Gent of zo. Hè? De conclusie is dat crisis in het kapitalisme een heel speciaal en eigenlijk irrationeel karakter hebben. Er waren in vroegere maatschappijen ook crisis, maar dan kwam dat door misoogsten, door honger, door natuurrampen, weet ik veel. Dus dan waren er in feite te weinig gebruikswaarden en daardoor leden de mensen en stierven de mensen. In de kapitalistische economie zijn er juist crisis omdat er te veel waren zijn. Maar er is geen koopkracht. Er zijn geen mensen die het kunnen kopen. He, dus de magazijnen liggen vol, maar het kan niet verkocht worden. Dus het is overproductie van ruilwaarde in plaats van onderproductie van gebruikswaarde. En dat is heel specifiek kenmerk van de kapitalistische crisis, wat nog nooit eerder in de maatschappij heeft plaatsgevonden. En wat, als je erover nadenkt, de irrationaliteit van het systeem eigenlijk wel samenvat. Dan moeten we zien dat die crisis inderdaad voorkomen en dat die een soort cyclische golfbeweging veroorzaken. En het bijzondere daaraan is, want als je mijn verhaaltje nu daar direct een conclusie uit zou trekken, dan zou je zeggen van, nou ja, dan gaat het kapitalisme dus alleen maar naar beneden toe en dan stopt het eigenlijk. Nee, het bijzondere is dat er uit zo'n crisissituatie ook weer een situatie komt waarin er weer een nieuwe opleving en een nieuwe golf van accumulatie weer plaats kan vinden. Om dat te begrijpen moet je onderscheid maken in wat Marx noemt afdeling 1. Dat is de productie van productiemiddelen. Hè, dus machinerie en grondstoffen en dergelijke meer. En afdeling 2 noemt hij de productie van consumptiemiddelen.
En als we dan kijken van wat zijn dan die opeenvolgende fases van de economische cyclus, dan begin ik even in een situatie waarin de boel op zijn gat ligt, dan is er weinig neiging bij kapitalisten om de productie uit te breiden. Dus dan hebben ze al moeite genoeg om de productie in stand te houden. Ze doen wel eens investeringen, maar dat is dan om zogenaamde reorganisaties. He, dan worden er nog weer slimmere computers en nieuwe methoden ingevoerd, waardoor er nog meer arbeiders ontslagen kunnen worden. En zo hoopt een kapitalist dan de concurrentiestrijd, die natuurlijk tijdens zo'n crisis het hevigst is, om die dan de baas te blijven. Inmiddels draait met name afdeling 2, dus waar consumptieartikelen gemaakt worden, zeg maar eindproducten die jij en ik kunnen kopen, die draait natuurlijk wel door, hè, want we gaan niet allemaal dood of zo, dus wij blijven wel dingen kopen. Dus de machinerie daarvan moet ook een keertje weer vernieuwd worden. Dus dat leidt na een tijdje, leidt dat toch weer tot een nieuwe vraag van productiemiddelen voor afdeling 2. En ook de grondstoffen, die horen daar natuurlijk bij. Oh, ik ga nu te snel. Herstel wat dan plaatsvindt in afdeling 1, hè, bij de productie van de productiemiddelen, dat wordt vergemakkelijkt doordat de rente op dat moment laag is. Hè, dat is ook een kenmerk van de crisis. Dan proberen de banken en de centrale banken de rente te verlagen, zodat het voor de kapitalisten makkelijker wordt om weer opnieuw te investeren met geleend geld. Hè, dat doen ze pas als ze winstmogelijkheden zien. Dus dit middel helpt niet zomaar. Hè, maar ook de grondstoffen zijn goedkoop op dat moment, want daar is ook een teveel aan op dat moment. En meestal zijn de lonen ook laag en is het ook moeilijk om voor hogere lonen te vechten, omdat er veel werkloosheid is. He, dus daar zie je dus die tegentendensen, zie je dus werkzaam en de gemiddelde winstvoet kan daardoor weer gaan stijgen. Dan krijg je al op een gegeven moment dat er een moed ontstaat van er kan weer geïnvesteerd worden. Dan moet iedereen er ook meteen als de kippen bij zijn, want stel je voor dat je later bent dan de concurrent. Dus dan krijg je een situatie dat de kapitalisten over elkaar heen buitelen met nieuwe investeringen die dan echt zo'n oplevingsgolf teweeg brengen. Dat hebben we dus ook steeds gezien in de geschiedenis. Ook die geschiedenis kun je helemaal nalopen. En dan krijg je dus dat de mensen die in die afdeling 1 werkzaam zijn, ook de producten van afdeling 2 gaan absorberen. En dus die gaan ook die consumptiemiddelen ook kopen. En want dat zouden de arbeiders uit afdeling 2 zelf nooit allemaal kunnen doen, omdat ze per definitie een loon ontvangen samen wat minder waard is dan de producten die ze maken. Maar dan helpt dus die oplevende afdeling 1, die helpt het dan ook mee om dat product te absorberen. En dan zie je dus dat beide afdelingen beginnen te floreren. Ja, mag ik het nog even? Ik heb hier. We zijn nu 5 minuten over tijd. Oké, toen maak ik deze nog even af. Ja. Dan krijg je dat er genoeg vraag is. En er zijn ook natuurlijk nog kapitalisten die nog op basis van de oude technologie werken. Maar die productie vindt ook afzet. Dus dat is ook maatschappelijk noodzakelijke arbeid. Hè, want er is vraag naar. En dat wil zeggen dat de waarde wordt nog bepaald door die oude technologie. Waardoor de
De kapitalisten die al met nieuwe technologie beginnen, die kunnen daardoor een extra winst behalen. Want die werken met lagere kosten. En dat is een grote motor en dat is ook waarom ze het doen. En want je kunt je afvragen van waarom zou een kapitalist nieuwe technologie gaan invoeren als hij alleen maar weet dat daardoor zijn organische samenstelling van de kapitaal daalt en daardoor zijn winst verdaalt. Zo werkt het niet. Het werkt niet per kapitalist. Het gaat over het maatschappelijke noodzakelijke. Dus kapitaal is daarmee ook een sociaal verschijnsel wat je niet kunt zomaar kunt reduceren tot de optelsom van wat individuele kapitalisten doen. Hè? Dus ze doen het voor die tijdelijke extra winst, maar als dan de crisis uitbreekt, dat is eigenlijk het uur van de waarheid, dan blijkt dat ze heel hard omhoog gelopen hebben op een roltrap die langzaam naar beneden gaat. In afdeling 2 draait al alles. Hè? Dus de afdeling waar de consumentenartikelen gemaakt worden. Dus die blijven niet vragen om nieuwe machinerie. Want die hadden die machinerie juist aangeschaft om een heleboel cycli te doorlopen. En daardoor begint de vraag naar nieuwe productiemiddelen begint af te nemen. En dan krijg je dus ook dat daar vallen de eerste ontslagen. Dat is in de staal. Staal is altijd nog altijd een kanarie in de kolenmijn. Maar je gaat het ook zien in de scheepsbouw, in de transport enzovoort. Enzovoort in de machinebouw. Maar in ieder geval in die sector begint het te stagneren. En daardoor begint dus ook de vraag naar consumentenproducten af te nemen, naarmate daar minder arbeiders meer in die sector 1 werken. En dan krijg je ik zei het net al, dat is het uur van de waarheid. Dan zie je dus dat de oude technologie, de producten die daar nog altijd gemaakt worden, die worden al snel onverkoopbaar of moeten met verlies verkocht worden. Dus dat zijn de bedrijven die het eerste failliet gaan of hun productie moeten verminderen. En dan zie je dus eigenlijk dat alleen de producten van de nieuwe technologie maatschappelijk noodzakelijk zijn gebleken op de markt. En dan krijg je dus dat de waarde van die productie, dus dat daar die nieuwe technologie de maatstaf wordt. En dat wil zeggen dat dan blijkt dat die organische samenstelling van het kapitaal wel degelijk een verlaging van de winsthoed teweeg brengt. Ja, dan is het helemaal mis. Dat verscherpt dan verder nog de crisis. He, dus die daling van de gemiddelde winstvoet is zowel het gevolg van het inzetten van de crisis, als dat het een factor wordt die de crisis verder verscherpt. Nou, ik had nog één sheet over wat nou het noodlot van het kapitalisme is en of het kapitalisme zichzelf dan ten grave draagt of dat daar iets anders voor moet gebeuren. Dat kunnen we misschien bewaren voor de discussie, want ik ben al erg lang aan het woord. Ja, dat is ook...